Welkom bij deze screencast over toepassingen statica. Je ziet hier een drietal krachten. En uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de resulterende kracht van dit geheel. En wat we nu gaan doen is zeg maar al deze krachten ontbinden in x-richting en y-richting. Nou, laten we eens beginnen met F1. En dat is die blauwe kracht, 600 newton. Als ik dat driehoekje teken... Ja, dus we beginnen even met stap 1. Ik maak een driehoekje. Oh, even iets netter, zo. Driehoekje. Nou, hier zit die blauwe kracht, hè, dat is dit ding. Ja, dat is die F1, dat is 600 newton. En deze hoek is 30 graden. Nou, een rechthoekige driehoek. En dan wil ik graag dat ding ontbinden in een x-richting en een y-richting. Nou, dat kan. Die x-richting, dat is natuurlijk deze. Hè? Nou, geef ik maar even een ander kleurtje. Dat is zeg maar, dit is de F1x. En hier heb ik de overstaande van de hoek is F1y. Nou, hoe gaat dat nou? Waar ik mee begin is vaak het volgende. Dan zeg ik nou, weet je, de cosinus van 30 graden. Dus de cosinus van 30 graden is de aanliggende. Nou, dat is die, dat is deze. Hè? Dat is... F1x gedeeld door 600. Dan doe ik meteen dit. Kan ik kruislinks vermenigvuldigen. En dan zeg ik, ja weet je, 1 keer fx is 600 keer de cosinus van 30 graden. Oftewel, fx is dan, dan moet je even, oh 30, het is 35 graden. Zie je dat jongens? Ik heb het niet goed overgenomen. Dus ik ga even deze weghalen. Maak hier even 35 van. Ja, want hier staat 35 en geen 30. Dat komt natuurlijk omdat ze die 30 heel vaak gebruiken. Maar dat is het dit keer niet. Dus ik heb cosinus 35. Ik heb cosinus 35 graden. Zo. En daar kom ik uit op iets van 491 newton. Zoiets, hè? Nou, gaan we het zelf doen met de sinus, het verticale gedeelte. Zeg ik, nou, de sinus van 35 graden. Is de overstaande, nou als ik vanuit deze hoek redeneer, is de overstaande is die F1i. Gedeeld door de schuine, 600. Nou, weer kruislinks vermenigvuldigen. En dan krijg ik 1 keer Fi is 600 keer sinus 35 graden. Fi is, nou wat zal het zijn, 344 newton had ik berekend. Zie je? Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de tweede kracht. Hè? Dus die F2 die hier zit met 500 newton. Weer een nieuw driehoekje maken. Dus ik heb nu stap 2. Die ziet er ongeveer zo uit. Hè? En dus dan heb ik hier die 500 newton. Die zit hier zo. Dus dit is die 500. En nou is er geen hoek gegeven. Maar dan zeggen ze, de verhouding is, die zet ik dan even aan de binnenkant, de verhouding. 3 staat tot 4. Nou als je dat weet, kun je met de stelling van Pythagoras zeggen, nou 3 kwadraat plus 4 kwadraat is, dan in dit geval c kwadraat. En dan zeggen we, nou, oké, dat is 9 plus 16 is 25 is c kwadraat. Maar dan weet ik dat C is 5. Nou, nu kun je, dus weet ik 3, 4, 5. De meeste mensen kennen die verhouding uit hun hoofd. En dan kun je ook zeggen, ja, maar wacht eens even. Dan heb ik hier 500 staat tot 5. Ja, als ik dan hier 3 heb, dan is dat natuurlijk 300. En die 4 is dan 400, zie je dat? Dus dan kan ik vrij eenvoudig zeggen dat even de goede kleurtjes, dus de F... 2x is dan 300 newton en de F2i is dan 400 newton. Zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de derde kracht. Die zit hier. Dat is een beetje puzzelen. Dus ik heb zeg maar hier die F3, die gaat naar dat puntje toe. En dan ben ik eigenlijk even geïnteresseerd van ja, maar wat is dan? En dan wil ik zeg maar deze, die verhoudingen wil ik weten.
Nou ja, weet je, als dit hele stuk 0,4 is en dat is 0,2, dan zal dit stukje, dat zal ook 0,2 zijn. En nou denk ik, als ik het even opnieuw zou moeten tekenen, en ik heb hem nu zo getekend, hè? Ik ga die even weghalen. Ik denk dat hij moet in dat oog natuurlijk, hè? Zie je dat? Dat heb ik even niet goed gedaan. Even opnieuw doen, zo. Zie je dat? Oké. Maar ja, anders kan hij daar niet aangrijpen. Dus in die driehoek heb ik zeg maar horizontaal 0,2, maar verticaal is het dit stukje van 0,3 en nog een stukje van 0,1, dus 0,4. Dus in die driehoek, dan doe ik eventjes hier, stap 3. Dan heb ik zeg maar, even kijken. Zo, zo en zo, hè. Nou, dan heb ik hier die F3 van 800. Dus dit stukje, deze, die graag. Dus dit stukje is 800 newton. En even de maten erbij. Dit was 0,2. En deze is, om verticaal, is 0,3, is 0,4, hè. Maar ja, dan kan ik net zo goed als verhouding zeggen. Ja, weet je, dan maak ik hier een 4 van en een 2, hè. Dus doe ik 4 en 2. Ja, maar dan kan ik ook zeggen, maak de verhoudingen 2 om 1. Zie je? Dat mag best. Nou zijn er twee manieren om dat vervolgens op te lossen. Je kunt zeggen, nou als ik hier nou een hoek gamma heb, dan kan ik zeggen de tangens van gamma is de overstaande 1 gedeeld door de aanliggende 2. Hè? Dat is hetzelfde als die 0,2 gedeeld door 0,4. Check het maar, hè? Dat maakt dus niet uit. En dan kun je zeggen, nou dan is die gamma is de arctangens van een half. En op je rekenmachine, dan komt iets als 36,6. Dus ook mensen zeggen, ja, maar ik reken liever met verhoudingen. Dan kan ik ook zeggen, oké, dan is 1, 2, dan krijg ik 1 kwadraat plus 2 in het kwadraat is 1 plus 4 is, wordt dan de wortel van 5, hè? Ja, want het is stelling van Pythagoras, dus het is a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Dus c kwadraat is 5 en c is dan wortel 5. Zie je? Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou, ik ga met verhoudingen rekenen. Dus dan zeg ik, oké, ik heb hier 800, dat is wortel 5. En ik wil bij de 1, hè, bij deze, zit dan de f3x. En bij de 2 zit de f3y. Nou, dan is die f3x, ga ik kruislinks vermenigvuldigen, is 1 keer 800 gedeeld door wortel 5. En dat is dan iets van, dat moet iets zijn van 358. Ik check dat even. Dat klopt. En dan hebben we dan is de f3i, is dan, dan moet ik even goed opletten. Dan is het 2 keer 800 gedeeld door wortel 5. Oh, dan mag ik natuurlijk ook gewoon die verdubbelen. En dan kom ik op 716. Hè? Maar let op, die is naar beneden. Hè? Kijk, dat is deze kracht die gaat naar beneden. Dus dan moet ik wel een minnetje bijzetten. Min. Ja, als dat newton is, newton min. Ja, dus naar beneden is min. Nou, wat we nu kunnen doen, is zeg maar al die krachten gaan optellen en de resultanten berekenen. Nou, wat we nu gaan doen is de vierde stap, is de resultanten. Hè? Nou, daarvoor zeggen we, nou, wat is nou de sommatie in x-richting? Hè? Dus dat tekentje, hè? Dus deze, sigma betekent sommatie. Optellen, som. Nou, we moeten even goed kijken naar de richtingen. Hè? Want we zien zeg maar dat die F1 is naar rechts, plus F2 is naar links, min. F3 is naar rechts, plus. Kijk, die F2x, zie je dat? Daar moet zeker even een minnetje bij, hè? Hier, anders komt het niet goed.
Nou, we gaan optellen. Dan zeggen we x-richting. Nou, f1. Dus dan krijg ik eigenlijk f1x plus f2x plus f3x. Nou, gedoe. Nou, f1x is volgens mij die 4 plus 491 min 300. Dat is deze, hè? Die. Plus 358 is 549 newton. Sigma Fi is dan, dat ga ik er niet allemaal opschrijven hoor, dan krijg ik 3 plus 344. Ik leer me dan aan om altijd een plus of een minder voor te zetten. Plus 400, dus alle twee naar boven, klopt ook. Min 716 naar beneden is 28 newton. Nou, nu kun je dit in een driehoekje zetten. En dan zeg je van, nou weet je, die, dan heb ik zeg maar zo, zo. Ja, want dit is de fx en dat is de fi. Fi is 28, die is 549. En dit is de resulterende kracht. Ik maak hem even rood. Bijna horizontaal. Dat is de resulterende kracht. En dan ben ik geïnteresseerd in de lengte en de hoek, theta. Nou, de lengte kunnen we doen met Pythagoras. Zeggen, oh, de r is dan 549 in het kwadraat plus 28 in het kwadraat. Maar dan wel met de wortel, jongens, hè. En dames, sorry. En dan kom ik uit op 549,7. Zie je dat? Dus hij is, dat verticale stukje is natuurlijk vrij klein ten opzichte van die horizontale. En de hoek, dat is natuurlijk de arctangens. Want ik weet de overstaande en de aanliggende. En dan is het 28 gedeeld door 549. En dan kom ik iets van 2,9 graden. Oké, een hele film is het, jongens. Maar ik hoop toch dat jullie er iets aan hebben aan deze uitleg. Bedankt voor het kijken.